grote opkomst. En inderdaad, al die jonge mensen daarbovenin ook nog. Nou, fantastisch. En mijn doel vandaag is om jullie te bemoedigen dat je in Gods woord mag geloven. En dat wisten jullie natuurlijk al lang. Alleen ten aanzien van Genesis is daar wel heel veel twijfel gezaaid tegenwoordig. En ja, daar wil ik toch jullie bij helpen. Omdat, nou, om toch aanvallen op je geloof, om die te weerleggen. Gewoon met feiten, met waarnemingen. Nou, ik ben al heel lang bezig met zondvloedgeologie. Zondvloed is echt het antwoord op evolutietheorie. De hele evolutietheorie kun je ontkrachten op het moment dat je de zondvloed leert herkennen in de bodem. En als bestuurssecretaris van het Logos Instituut doe ik daar heel veel onderzoek naar. En dus ik wil dat graag daarover vertellen. Ik doe allerlei spreekbeurten. Ik kom ook over de hele wereld. Ik heb in Amerika en nou weet ik veel. Ik kom overal en ik sta op YouTube, kun je me ook wel vinden. En ik heb zelfs één keer op de Theologische Universiteit Kampen mogen spreken voor de studenten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Nog een nieuwtje. Ik heb nu ook een excursie georganiseerd begin volgend jaar. Dus als je zin hebt om met een groep mensen mee te doen of ga lekker op vakantie naar de Opaalkust en pak dan ook even deze 2 dagen excursie met mij mee. Dan kun je nog een heleboel meer leren. Dit is de Noord-Franse kustlijn. Hele mooie kust. Het menu voor vanavond. Ik weet niet of jullie honger hebben. Waarschijnlijk niet meer. Maar het menu, ik wou eigenlijk beginnen met het zoet. En dat is een beetje inleidend. Jullie laten zien hoe vanuit de Bijbel gesproken wordt over schepping en zondvloed. Ik wil jullie nieuwe dingen leren. Dingen die je waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord, nog nooit hebt gezien. Dan gaan we het hebben over. Nou ja, ik heb het al. Dus daar kom ik zo wel even op. Vervolgens gaan we naar het zout. Het getuigenis der aarde. Of het getuigenis. En wat wij moeten geven, we zijn het zout der aarde en dat heeft zijn getuigenis. Nou, zo heeft het ook in de aarde vinden we zoutlagen en die hebben hun getuigenis. En dat is belangrijk voor jullie om daar kennis van te nemen. Want en de kerk gelooft haast niet meer in Genesis. We kunnen er haast niet meer van getuigen, want ja, we worden in de verdediging gedrongen. De evolutietheorie die is overweldigend. En de kerk kan haast niet meer getuigen van wat er in Genesis staat. En dan staat er in het Nieuwe Testament, als het zout zijn kracht verliest, waarmee moet het dan weer zout gemaakt worden? En je ziet ook van, ja, als wij niet juichen voor God, dan zullen deze stenen wel juichen voor God. Nou, dit zout is een zoutgesteente en dat juicht, dat geeft ons weer een nieuwe kracht om gewoon vast te houden aan, ook aan Genesis. En vervolgens gaan we naar Toetje met over het ijstijd. Dus zo gaan we het even doen. De inleiding. Dan beginnen we met het zoet. En als het gaat over Genesis, heel in de Bijbel is het zo, als je begint bij Genesis, dan heb je de alleroudste tekst ter wereld te pakken. En in mijn beleving, ik verdedig de positie dat Genesis 1 geschreven is door God zelf. Dat Genesis 1 gegeven is aan Adam en Eva. Dan kijk. En zij hebben dus leren lezen en schrijven aan de hand van Genesis 1. Want God heeft hun leren lezen en schrijven. Ja, jullie leren jullie kinderen ook lezen en schrijven. Zo zal God ook aan Adam en Eva moeten hebben leren lezen en schrijven. Dat heeft hij volgens mij gedaan aan de hand van Genesis 1. En wij zitten dus met deze oudste tekst ter wereld, zitten wij te woekeren van ja, wij vertalen dat naar het hedendaags Nederlands. En doen wij dat wel goed? En begrijpen wij dat allemaal? Maar wat zie je nou? Het is een voortgaande openbaring. Het gaat steeds voort. Genesis 2 vertelt ook over Genesis 1. Maar je ziet ook uiteindelijk in openbaring. Dat openbaring getuigt over wat God in Genesis bedoeld heeft. En dan beginnen we even. Ah nee, ik ga hier niet te lang bij stilstaan. Even heel snel erdoorheen. Maar kijk je naar Openbaringen 16. Dan zie je dat de zee, de oceanen, die worden veranderd in bloed. En dat herhaalt zich nog een keer in Openbaring 21. De hele zee verandert, alle waterbronnen, die veranderen in bloed en ellende. En alles wat in het water is, is dood. Dat is de toekomst die deze wereld wacht. En dan zie je in Openbaringen 22
Of nee, sorry, in Openbaring. Nou, dan moet ik hem er even bij pakken. Dat heb ik natuurlijk nog wel goed. Dan staat er namelijk op een gegeven moment. Oh, dat is Openbaring 21. Dan staat er dat er is geen zee meer. In Openbaring 21, dan is ineens die wonderlijke opmerking van er is geen zee meer. En daar schrik je dan van. Want wij kennen natuurlijk het water en ja, dat hoort er toch bij de schepping. Het is bij kans een drie-eenheid. Hè? Als je begint in Genesis 1, Gods geest zweefde over het water. En dan werd vanuit het water kwam de aarde, werd geboren haast. Zoals Psalm 139 over de geboorte praat. Dat zie je terug in Genesis 1. En nou ineens, er is geen zee meer. Maar dat is me ook wat. Maar dat is goed nieuws, dat is een zegen. Want die zee van Openbaringen 16, die kunnen we dan missen als kiespijn. Die stinkt, er is geen leven meer in. Dus die zee, die kunnen we missen als kiespijn. En dan is het een zegen om te lezen in Openbaring, die zee die zal niet meer zijn. En wat gebeurt er dan in Openbaringen 22? Dan komt er het nieuwe Jeruzalem komt naar beneden. En God komt wonen bij de mensen. En dan zie je dat onder de troon van God ontspringt een bron. En die vult de hele aarde, die vult de Dode Zee weer en de Middellandse Zee. En uiteindelijk met de teksten in Zacharia, als je die erbij pakt, dan zie je dat de hele aarde wordt weer gevuld met levend water. En dat is het toekomstperspectief van de Openbaring. Nou, als je nu kijkt met die kennis naar Genesis 1, dan kun je daaruit afleiden dat God in Genesis een aarde heeft geschapen met zoet water. Nou, dat is nieuw voor jullie, of niet? Dus het was een zoet water gebeuren daar in Genesis 1. Dat kun je afleiden, dat is de voortgaande openbaring, kun je afleiden omdat God daarnaar streeft. Dat is wat hij net voor ogen heeft nu. Dan heeft hij dat ook bedoeld in Genesis 1. Oké. Dan gaan we nu naar het volgende. Dan zie je dus in Openbaring 21 dat het nieuwe Jeruzalem dat komt naar beneden, wordt gevestigd op de aarde. En daar staat een prachtige tekst, die moet ik er toch even bij pakken. Openbaring 21. Vers 2 tot 3. Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar bruidegom. En uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem die zei: nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk zijn en hij zal hun God zijn. Dat is dus wat hij voor ogen heeft gehad in Genesis 1. Daar bouwde hij naartoe. En de zondeval heeft roet in dat eten gegooid. Maar dit is wat God wilde. Dus God bouwde aan een hemel op aarde. Daar gaan we nu naartoe. Dat is wat Openbaring ons voorhoudt. Dat heeft hij bedoeld in Genesis 1. Nou, als we dan met Genesis 1. En nu gaan we naar Genesis 1. Gaan we dat dus lezen, wat er allemaal staat. Met die kennis lezen. En dan verbaas je je over wat je dan weer gaat ontdekken. Genesis 1, vers 6 tot 8. En God zei, er moet in het midden van het water een koepel komen om het water te verdelen. In een andere vertelling staat een gewelf of een firmament. Maar er wordt hier gesproken over een vast gesteente, een solide materiaal. En ik heb altijd gezongen, mijn psalmen vroeger ook, over Gods firmament. En dat was het heelal. Maar hier wordt gesproken over een gewelf, een vast gesteente, een solide materiaal. Er moet in het midden van het water een koepel komen om het water te verdelen. En zo gebeurde het. God maakte de koepel en zo verdeelde hij het water in tweeën. Water boven de koepel en water onder de koepel. Dus hij maakte een gesteente en het water zat boven het gesteente en onder het gesteente. En dit gebeurt trouwens allemaal onder water. Want op dat moment was de aarde nog onder water. En Gods geest zweefde over de wateren. Van Genesis 1, dat staat daar nog steeds. Dat is nog steeds gaande. En dan wordt onder het water een gesteente gemaakt. En die koepel noemde hij hemel. Dus er zit een gesteente onder het water. Op de tweede scheppingsdag. En dat gesteente daar, dat noemde hij hemel. Nou,
Ik wil jullie meenemen in ontdekking dat dat dus de bedoeling is dat dat de continentale korst is. Het continentale gesteente. Dat is bedoeld als hemel op aarde. God wil daar wandelen met Adam en Eva in het paradijs. En hemel op aarde en dat gesteente, dat continentale gesteente. Onder dat gesteente daar zit zoet water en boven dat gesteente zit ook zoet water. En wat gebeurt er op de derde scheppingsdag? Dan breekt hij dat helemaal en dan schuift hij dat enorme gesteente wat onder water zit, nog op de tweede scheppingsdag. Op de derde scheppingsdag schuift hij dat over de hele aarde heen en dan zie je dat die continenten worden verplaatst. En dan worden al die, en wat op de tweede dag, dus dan kun je dat Pangea noemen, wat tegenwoordig evolutionisten noemen dat Pangea, dat er een supercontinent is geweest. Nou, dat was de tweede scheppingsdag. Op de derde scheppingsdag heeft hij dat open gegooid en ook drooggelegd op de derde scheppingsdag. Nou, dat wordt in Psalmen nog eens bevestigd van loof de Heer die de aarde boven water uitspande. Dat is dus de continentale korst wordt boven water uitgespannen. En als je dan uiteindelijk kijkt in het paradijs, dat daar wordt gesproken over een rivier die ontspringt uit het paradijs en dat het nog niet geregend heeft, maar dat het water opwelt uit de grond. Dat is dat zoete water wat God daarvoor onder de continentale korst heeft begraven, heeft opgeslagen, enorme opslagkamers van water onder de continentale korst. En daarmee wordt het paradijs bevloeid en zodat er een rivier uitkomt die zich kan opflissen in vier machtige rivieren. Dat is dus levend water onder de continentale korst. En waar gaan we nu? En dan kom je in de zondvloed terecht. We krijgen de zondeval en dan nog een keer 1700 jaar later, dan komt die zondvloed. En wat staat er dan in de Bijbel? Dat de diepten van de aarde, de oerbronnen van de aarde, die barsten open. Nou, wat barst daar open? Dat zijn die watervoorraden die God onder de continentale korst heeft opgeslagen. Dat water, dat barst van onder die continentale korst, bam, naar boven toe en dat gebeurt gedurende 150 dagen lang, komt dat water omhoog. En dat water komt maar omhoog, en omhoog, en omhoog. En het brengt allemaal sedimenten mee, allemaal materialen die in het water in oplossing zitten. Maar die onder hoge druk kan water heel veel sediment in oplossing bevatten. Maar als die druk afneemt, want dan op een gegeven moment komt het water boven, dan neemt de druk af. Dan vallen al die sedimenten eraf. Dan krijg je allemaal kristalletjes, dan krijg je calcium. Calciumoxides of calciumcarbonaat bedoel ik. Allerlei mineralen komen daaruit, siliciumdioxide. En dan krijg je dus dat die continenten worden bedolven onder kilometers dikke lagen zand, klei en kalk. En dat water dat stijgt dan tot 15 L boven de hoogste bergtop. Waarom 15 L? Omdat de ark die heeft een hoogte van 30 L. En die heeft dus een diepgang van iets minder dan 15 L. Dus dan is het handig als je hem op de bovenste, als je hem op de hoogste bergtop wil plaatsen, dan is het ontzettend handig dat die bergtop 15 L onder water verdwijnt, want dan kan die boot erboven. En dan is de klus geklaard en dan daalt het water weer. Gedurende 220 dagen daalt het water. En dan is het raar, want als je dat dan leest in Genesis 6 geloof ik, dat je dan al direct de mededeling krijgt dat Noach andere bergtoppen kon zien. En zijn eigen berg, die was dus al vrij vlot. Zijn eigen bergtop, die was vrij vlot, droog. Dat is leuk, zit je daar op die boot, hartstikke vol met beesten en mensen. Nou ja, 8 mensen maar toch best wel, ik denk wel een beetje druk. En als ik op die boot had gezeten, dan was ik onmiddellijk eruit gegaan. Ik denk jullie ook. Dan was je aan de wandel gegaan. Ik bedoel, wie houd je tegen? Bergtoppen. Vroeger toen ik op de kleuterschool zat, toen tekende ik zo een bergtop. Ondertussen weet ik dat een bergtop niet zo. En dan staat daar boven zo die ark. Maar we weten ondertussen dat bergtoppen zijn heel groot. En dan ligt gewoon heel klein die ark daar ergens op een bergtop. Dus je kan daar gewoon voetballen, mensen. En je kan daar gewoon heerlijk uit. En hij ging er niet uit. Daar is iets bijzonders gebeurd. Wat hield hem tegen? En die bergen die zijn zichtbaar. En op een gegeven moment, nog weer veel later, dan laat hij de raaf los. Dat is een aaseter. Nou, dat is spek voor het bekkie, zou ik zeggen. Die raaf, die weet wel wat hem te doen staat. Maar wat staat er in de Bijbel?
Die raaf die blijft vliegen en heeft geen plek om te landen. Sorry raaf, werken die oogjes niet goed? Wat is er los? Waarom kan die raaf niet landen? Nog weer later een duif. Wat gebeurt er met die duif? Die komt terug, heeft geen plek om te landen. Die duif is ook stekenblind. Wat is hier gebeurd? Iemand een idee? Tijdens deze laatste 220 dagen krijg je een enorme vulkanisch gebeuren in de aarde. Want die continentale bodems, die werden gestuurd op dat water. Dus die continentale gesteenten, die gaan omlaag. Er komen vulkanische erupties van alles en nog wat. Van siliciumdioxide, zouten, nou, daar gaan we zo over hebben. Er zijn enorm veel vulkanische erupties gaande. En bij vulkanische erupties komen giftige gassen vrij. Er komt heel veel CO2 vrij. Er komt heel veel zwaveloxiden komen vrij. En CO2 is verstikkend en zwaveloxiden die zijn giftig. En als er ook nog H2S tussen zit, waterstofsulfide geloof ik, dan dat is echt heel erg dodelijk. Een beetje daarvan en helaas, het was fijn u ontmoet te hebben. Maar dus die geeft Genesis dus informatie aan ons van kijk, er zijn bergen zichtbaar, maar die vogels kunnen niet landen. Dat betekent dat daar giftige gassen bezig waren. Om alles wat nog leefde, want het was een zoetwatervloed. Dat weten we ook, want het was zoet water, het was een zoetwatervloed. En in zoet water kunnen heel veel mensen en dieren kunnen daarin overleven. En dat betekent, het is heel goed mineraalwater, het is zoet mineraalwater. Dat betekent dat er van alles op groeide en bloeide. En dieren konden dus de zon gewoon overleven. En die konden dus weer een plek vinden op de nieuwe continenten. En dat was, dat kon dus geen plaats vinden. Ja, ze konden zich wel redden op die continenten. Maar door al het vulkanisch geweld wat er achteraan kwam. En die verstikkende deken van giftige gassen. Werd uiteindelijk alles toch gedood. En dit is ook de truc dus. Want atheïsten die lachen ons uit van ja, zonsvloed. En hoe zijn dan alle watervogels omgekomen? Nou, hoe zijn alle watervogels omgekomen? Doordat er ook sprake was van giftige gassen. Ja, en in Genesis 7 staat dus terecht, alles wat ademde door de neus kwam om. Oké, nou, tijdens die zonsvloed zijn dus kilometers dikke pakketten zand, klei en kalk afgezet op die continenten. En daar zitten allemaal fossielen in. En evolutionisten die zetten al die fossielen die daarin zitten, die zetten ze op een rijtje en dan zeggen ze, zetten ze een tijdschaal op. Dit is million annuals, geloof ik. Dus dit betekent miljoenen jaren, die afkorting MA. Dus dan praat je over een half miljard jaar hier. En daar zit nog precambrium onder ook, dan ga je miljarden, maar daar zitten geen fossielen in. Dus ouder dan dit, dan zit je eigenlijk hier beneden, het precambrium, voor het cambrium. Dan zit je in de, ja, ben je eigenlijk in de scheppingsweek, ben je daar aan het onderzoek doen. En dit is allemaal zonsvloed. Dit is allemaal zonsvloedafzettingen. Tot bovenaan ijs, daar gaan we straks nog over hebben, ijstijd. En daar vinden we heel veel zoogdieren. Dus daar zie je ook echt terug dat heel veel dieren, olifanten bijvoorbeeld, olifanten kunnen zwemmen als de beste. En die gaan echt niet dood van een zoetwatervloed, hoor. Vergeet dat maar. Olifanten, die gaan met hun hele familie volstrekt vrijwillig sjouwen ze het strand af. En dan zwemmen ze gewoon met een tempo van 2,5 kilometer per uur. En ze hebben een uitstekende snorkel. Die dieren die gaan echt niet dood van een beetje zoet water. En ze kunnen eten onderweg, want er groeit en bloeit van alles op het water. En dan zwemmen ze naar een eiland toe, wat ergens in hun hoofd weten ze dat dat daar is. En ze gaan zo ver uit de kust dat ze geen kustlijn meer kunnen ontdekken, in de verste verte niet. Maar ze doen het vrijwillig en ze zwemmen zo naar een eiland. Dat doen olifanten. Dus die zondvloer die was niet erg in staat om olifanten te doden. Dus die bleven allemaal leven. En wat zien we dus in die ijstijden, afzettingen, daar zien we miljoenen olifanten zitten. Nogal, wie dus, die zitten bovenin en die zijn pas bovenin door dat gifgas uiteindelijk omgekomen. En daar zie je nog veel meer zoogdieren en mensen ook heel veel in de ijstijd. Dus ijstijd is allemaal zonsvloed. En dan zie je het Holoceen, wat in de seculiere tijdschaal Holoceen, dat is dan 11.000 jaar geleden, 12.000 jaar geleden, tot heden. Maar dit is even de werkelijke
tijdsgehaald. Dus je praat, dit is een beetje arbitrair hoor. Maar dus zeg maar 150 dagen lang opkomend zonvoetwater, 220 dagen afgaand zonvoetwater. En dan hier de werkelijke geschiedenis zoals we die kennen. Ja, dus even, nou, dat is even de inleiding. En dan gaan we nu naar het zout. Het zout der aarde. Want de geologie van Nederland is fantastisch. De geologie van Nederland zit stikvol bewijs van de zonvloed. Dit is echt voor het christendom een unieke plek om de zonvloed zichtbaar te maken. En hier zie je bijvoorbeeld een enorme zoutformatie. Die zit, dit is Engeland. Dit is de Noordzee. En hier vind je Nederland. Hier zo. En Duitsland, Denemarken, Polen. Dit is een enorme zoutformatie, die zit begraven in de ondergrond. Wie weet hier van de zoutformaties van Nederland? Dat is toch maar een enkeling, hè? Ja, wonderbaarlijk, joh. Wat leren ze tegenwoordig nog bij aardeskunde? We hebben onder Noord-Nederland een gigantische zoutformatie. Niet een beetje zout, hè, maar een bult zout. Dit komt daaruit. Normaal geef ik hem door, maar met corona dingen doorgeven mag allemaal niet meer. Dus dan, nou ja, je moet maar even langskomen hier als je het wil zien. Dit is een stevig, zwaar stukje, zwaar blok zout. Dat is bijna 100% natriumchloride, dat is keukenzout. Dat, is gewoon, dat mag je gewoon in je eten stoppen. En deze formatie heeft een dikte, of heeft een oppervlak van ongeveer 500.000 vierkante kilometer. 500.000 vierkante kilometer. En de gemiddelde dikte is tussen de 250 en 500 meter. Nee, ik zeg het verkeerd, tussen de 500 en de 1000 meter. Dus bijna een kilometer dik. Als hij een kilometer dik is, dan is dat dus 500.000 kubieke kilometer zout. Zijn jullie er nog? Zoveel zout. Er zit wel niet alleen maar natriumchloride, er zitten ook andere zouten in. En wat vertelt ons, want dit heeft een getuigenis, en daar gaan wij van leren. Dit is echt wel, dit is het hoofdgerecht van vanavond. Dit is echt een belangrijke boodschap. En volgens evolutionisten is dat zout ooit eens daar gekomen, omdat zoute oceanen, 300 miljoen jaar geleden, die vullen een bassin vlakbij de continenten, en in dit geval een Europees continent. En dat bassin dat is een beetje afgesloten en er komt dan water in, oceaanwater met, nou ja, met 3% zout. Hè. Net als nu, de oceaan heeft 3% zout, dus dat is eigenlijk maar weinig. Dat gaat erin en dan komt er in een bassin en een zonnetje erboven, die staat er flink op te pompen, branden met die handel. En dat water moet verdampen en dan wordt die steeds zouter. Dat zien we momenteel ook bij de Middellandse Zee. De Middellandse Zee bij Gibraltar, daar verdampt. Of in de Middellandse Zee verdampt meer water dan dat de Nijl en de Po en nog wat andere rivieren daar naartoe brengen. Dus dat betekent dat de oceaan die vult continu de Middellandse Zee bij met water. Dus er is een continu, komen daar vissen en er komt van alles zo en water natuurlijk en zout. Maar wat gebeurt er nou? Volgens evolutionisten zet dan uiteindelijk in dit bassin ontstaat zout. Maar dat kan helemaal niet. Want zoutwater is zwaarder dan zoetwater. Wist je dat? Als de Rijn, de zoetwaterrijn, als die uitvloeit de Noordzee in, dan gaat het Rijnwater gaat drijven op het zoute zeewater. Dus dat zoute zeewater dat is zwaarder. Dat komt omdat dit zo vreselijk zout, of vreselijk zwaar is. Dit weegt bijna 2500 kilo, de kuub. Dus het is zwaar. Dus wat gebeurt er? Dat water, dat zoute water wat hier ontstaat, dat gaat ploeps, gaat er weer terug. En dat bassin, dat wordt dus nooit gevuld met zout. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nou, dat hebben de evolutionisten ook door. Dus wat zeggen ze? Ja, maar in die 300 miljoen jaar die wij ter beschikking hebben, gaat gewoon die bergrug gaat hier omhoog en omlaag. Alder even omhoog, tot het helemaal ingedampt is. En als dan dit bassin leeg is, dan gaat hij even weer naar beneden en dan vult hij weer. En dan gaat hij weer omhoog en dan sluit hij hem weer af. En dat doet hij gewoon heel vaak. En dan krijg je een zoutformatie. Nou, ik vind dat een beetje een sprookje. Maar wat vooral ook heel grappig is, dat die vissen, die vinden we niet in dit zout. En die schelpen, die vinden we ook niet. We vinden niets in het zout dat duidt op zee. Dus het hele evolutionistische verhaal, dat is uit de duim gezogen. Nou is dit niet de enige zoutformatie. Deze is dus 500.000 vierkante kilometer, hè? Ongelooflijk.
Maar we hebben ze, nou ja, op alle continenten. Hier zo, de Golfkust en de Perzische Golf is natuurlijk ook een heel bekende. En je ziet wereldwijd die associatie met olie, gas en steenkool. Je ziet over de hele wereld dat fossiele brandstoffen gewonnen worden bij zoutformaties. Nou, dat is interessant, want als je nu gaat nadenken over die zondvloed. Tijdens de zondvloed zijn heel veel organische stoffen begraven. En er zijn dus vulkanische erupties van vloeibaar zout, gloeiend hete magma. Die zijn daarin geïnjecteerd als het ware. Nou, dat zout, die vloeibare magma, dat is best wel even wel enig gewicht. Dus dat vult wel de bassins. En dan krijg je dat die blubber, die modder van de zonvloed, die zandklein kalk waar allerlei organisch materiaal in zit, die wordt verhit. En die verhitting die zorgt ervoor dat organisch materiaal, die worden omgezet in olie, gas en steenkool. En dat is precies wat we vinden. En want onder hier zo zit heel veel oliewinning en de Perzische Golf zit oliewinning. En dat geldt eigenlijk voor al deze regio's waar zout zit. Dus we hebben een heel sterk verhaal. We hebben een veel betere verklaring voor wat we vinden dan evolutionisten. Nou, dat is het eerste getuigenis van het zoute aarde. Dat het zout is dus gewoon vulkanisch. He, want het is een enorm volume. Nou, dat is ook bizar om te veronderstellen dat ooit uit water is afgezet. Hoeveel water moet je daarvoor indampen, man? Je moet om 1 kilometer zout te krijgen, moet je 60 kilometer water verdampen. 60 kilometer water, dan hou je 1 kilometer zout over, weet je wel? Dat soort. Nou, dan is het dan niet meer redelijk, meneer de evolutionist, denk ik dan. Geen schelpen zitten erin, we hebben die fossiele brandstoffen. Oh ja, en die ook nog. Want wat blijkt nou, hier zo heb je de grote slenk. Dat is een vulkanische zone, die is nog steeds vulkanisch actief. Daar zit, dat is een scheur in de aardkorst van 6000 kilometer. En die begint in de Jordaanvallei, in Damascus, de Jordaanvallei. En dan kom je bij de Dode Zee. Nou, onder de Dode Zee, daar zit 10 kilometer zout. Enorm pakket, heel lokaal, paf, precies in die scheur in de aardkorst. Nou, dat is dus gewoon een vulkanische oorsprong. En ga verder zuid, in die scheur, dan zien we de Rode Zee. Gigantisch, ook 2 kilometer dik of zo. En nog een paar kilometer diep die scheur in. Precies in die scheur in de aardkorst zit dat zout daar zo te zitten. En dan heb je nog de Danakil Desert, dat is heel klein, lokaal, net als de Dode Zee eigenlijk. Dat is een 5 kilometer dikke zout van mij. Het past precies in de Danakil Desert. Desert. Ik zit echt in de voedselketen nu. Woestijn. Ja. En hier hebben we dan de Oldoinyo Lenge, dat is een vulkaan. En weten jullie wat er iedere dag uit die vulkaan naar boven komt aan lava? Zout. Iedere dag komt daar zout uit. Dus we hebben gewoon een actieve zoutvulkaan. En evolutionisten zien niet dat zout vulkanisch is. Nee, zout komt uit zeewater volgens deze mensen. Maar we hebben gewoon een zoutvulkaan. Nou, dus ik heb daarover gepubliceerd ook in 2009. Want dat is dus wat je als wetenschapper dan moet doen. Hè? Dat je, als je bevindingen hebt die van belang zijn, dan schrijf je daar wetenschappelijke artikelen over. Nou, dit is natuurlijk geen vakblad wat mijn werk wil publiceren, dus ik moet het dan doen in de Journal of Creation. Dat is ook een vakblad, alleen dat wordt verafschuwd door de rest van de wetenschappers. Alleen, dus dat, maar goed, dat heb ik in 2009 gedaan. Dat is trouwens niet makkelijk. Je krijgt heel veel te maken met peer review, noemen ze dat. Dus mensen die mee gaan kijken en die hadden allerlei andere ideeën in hun hoofd over zout, dus die... Die willen dan niet geloven wat ik schrijf, dus het is een enorme toestand. Maar uiteindelijk krijg je dan toch dat boel gepubliceerd. Er is ook nog in Duits gepubliceerd, in Faktum. En wat ook heel leuk is, ik ben, omdat ik een ingenieursbureau had in die tijd, ik kwam ook bij mijnbouwers op bezoek. En ik probeerde die mijnbouwers met een andere blik naar hun eigen zout te kijken. Want Frisia, Netmag, Nederlands magnesium, magnesiumzout wordt gewonnen in Veendam. Een AXO, AXO heet nu anders, een Noerion geloof ik heet het nu in deze regio. Ik heb bij Netmag heb ik dit verhaal verteld. En ze hebben, dit is interessant, je moet meekomen naar onze drie partijen bijeenkomst met de drie zoutwinners van Nederland en dan krijg je 20 minuten om jouw verhaal even te doen. Dus ik heb in de bestuurskamer van Frisia, ten overstaan van de directie, heb ik dit verhaal mogen doen.
Zalden. Dus ik heb stevig aan de weg getimmerd om dat te publiceren. Nou is er nog iets bijzonders met dit zout. Want heeft iemand een idee wat dit is? Dit is in Nederland. Kent iemand deze hoge bergen? Dit is waar ik woon eigenlijk. Ik woon in een hooggebergte. Deze bergen die zijn bijna 3 kilometer hoog. Dat is onder Noord-Nederland. Dat is de zoutformatie onder Noord-Nederland. Dat zijn allemaal zoutbergen. En dat is echt gigantisch. Dus als je daar beneden loopt, dan op 3 kilometer diepte beneden zeeniveau, dan kom je ineens, wow, 3 kilometer hoge berg kom je voor. En dat is allemaal bedolven onder zand, klei en kalk. Machtig toch? En ik ben hier dus net, over 3 kilometer hoge berg hier naartoe gereden, want dit is, hier ligt de A28 ongeveer. Dit is Hooghalen. En hier ligt Assen ergens. Daar kom ik vandaan. Dat is Pieterburen. En, nou, ik weet het zo niet meer uit mijn hoofd, Scholo, ik weet het niet meer. En hier zo, Zuidwending, is niet zo'n bekend plaatsje, maar dat ligt best wel, dat doen we heel veel met de gasopslag zit daarin, dus daar boren we dan in. En dan maken we enorme ruimtes in. Je pompt er water in, om het zout op te lossen. Dan maak je gigantische ruimtes. En nou, dat is hier bekend, hè? De omgeving, Hengelo, doen ze dat ook allemaal minder diep. Dit zijn echt hele diepe cavernes, noemen we dat. Dus grotten in het keiharde zoutgesteente. En dit is Onstwedde, nou, Pieterburen had ik genoemd. Dus heb je een beetje een idee. Dat is even voor de aardrijkskunde. Wat ga ik u nog meer vertellen? Ja, dit is de zoutpijler dus bij Zuidwending, waar heel veel gasopslag plaatsvindt. Daar hebben ze dus één zo'n gat geboord. Dan kun je 3 Eiffeltorens bovenop elkaar zetten in dat gat. Hè? Dat is gewoon een gat van 500 meter diep of zo. En dat is, ik geloof dat hij, ja, ze hebben hem geboord tot 1 kilometer diep. En dan dat enorme caverne van 500 meter nog. Zo is ongeveer de verhouding. En dan ja, met een 100 meter diameter of zo. Dus je kan daar gewoon een aantal Eiffeltorens op elkaar stapelen. Nou is er dus iets bijzonders, want hoe verklaar je dit? Hoe verklaren evolutionisten dit nou? Dit is toch niet normaal, beste. Je hebt hier gewoon een zoutformatie, die komt gewoon even 3 kilometer omhoog bijna. En die tikt tegen een maaiveld aan. Als je daar gaat ploegen, daar zo, dan ploeg je bijna in het zout. Nou, dat valt wel reuze mee. Want als je hier dan gaat met je trekker en je gaat hier ploegen, dan zit je toch nog 200 meter boven die zoutformatie. Dus er zit nog wel even weer 200 meter tussen. Maar hoe is dat omhoog gekomen? En wat zien we ook? Want we zien al die andere lagen, zo'n klein kalk ligt er bovenop. Maar we zien, en die moeten dus volgens de geleerden, volgens evolutionisten, zijn deze lagen, die zijn zwaarder dan zout. Dus dat hele zware blok steen hier, dat is maar een heel licht gesteente, zeggen ze. Dit is veel zwaarder en dat heeft dat zout omhoog geperst. Maar dat is best wel wonderbaarlijk, want dit is dus een keihard gesteente wat heel zwaar is en het perst dan dit omhoog. Maar wat gebeurt er hier met dit keiharde gesteente, wat keihard is omdat het zo zwaar is? Het versmeert gewoon. Dus daar is iets raars. Daar is iets heel geks. En we weten ook, als je dit dus gaat proberen, je gaat dit zout even 3 kilometer omhoog persen. Ja, sorry, het is een enorm gebied. Hè? Dat ding heeft een oppervlak van enkele tientallen vierkante kilometers. Dat is niet een punt die omhoog komt, een wig. Nee, dat is gewoon een enorme regio die omhoog komt. Dus de regio, wij moeten bergen hebben. Wij verdienen het in Groningen en ben geboren in Groningen. Ik wil gewoon 3 kilometer hoge bergen in Groningen. Maar dat hebben we dus niet. Dus daar klopt iets niet. Er is iets heel erg mis daar met de verklaring van dit alles. En over de hele wereld vinden we deze zoutpijlers. Tot 10 kilometer hoog, beste mensen. Dat kun je je toch niet voorstellen. Keiharde gesteentes, echt keiharde gesteentes. En ze zien eruit alsof het ploep. Alsof er iets geploept is. Toch? Vind je ook niet? Dat is wat we zien. En we zien dus, en mensen zeggen, ja, dat is plaattektoniek en die platen die zijn gaan schuiven. Zo. Nou, dat heb ik jullie al verteld, dat is helemaal niet waar. Dat is namelijk tijdens de scheppingsweek gebeurd. Die plaattektoniek heeft niet tijdens de zonsvloed plaatsgevonden. Dat zeggen heel veel mensen wel, maar dat is echt niet waar. Dat is gewoon scheppingsweek. Maar wat is hier gebeurd? Dit is wel zonsvloed. Maar wat is hier dan precies gebeurd? En er is dus
ja, dun vloeibaar materiaal, gewoon naar het middelpunt. En dan woem, een enorme, want dit soort pijlers, jongen, je praat hier over vele tientallen kubieke kilometers zout. Hè? Dit is geen klein beetje zout. Nou, wat is er nou zo dat ik heb metingen gedaan? Want de evolutionisten, die hebben bedacht, die lagen die er bovenop liggen, die zijn zwaarder en daardoor gaat het zout, dat is een heel licht gesteente, dat gaat omhoog. Nou, dat verkoopt natuurlijk, want dat zie je zo, dat dat zo is. Maar er klopt dus niks van. Want dit is meetbaar, dit kun je testen. En ik heb dus contact opgenomen met TNO. Een TNO die verzamelt al die metingen van mijnbouwbedrijven over dichtheden, over het gewicht van gesteenten. En blijkt dat al die gesteenten die op dat zout drukken, die zijn lichter dan die enorme zoutpijlen. Nou, dus het is precies andersom. Er klopt helemaal niks van. Nou, dat was prachtig natuurlijk. Maar wat is er dan wel echt gebeurd? Nou, wat blijkt nu? Dat wat je ziet met die zoutpijlenvorming, je ziet precies wat er in een lavalamp gebeurt. Hebben jullie wel eens een lavalamp gezien? En dat is dus een blok kaarsvet eigenlijk, wax noemen ze dat dan, een blok kaarsvet. Als het gestold is, dan is het net zwaarder dan water, ligt het onderin. Maar ga je dat verwarmen, dan gaat het smelten en zodra het gesmolten is, dan zet het iets uit. En dan is het lichter dan water en dan gaat hij mooi omhoog. En dat is precies wat we zien. Je ziet gewoon hoe dat volstrekt weerstandsloos, wrijvingsloos. Je hebt de zonsvloedmodder, je hebt een heleboel zonsvloedmodder, kilometers dik. En dan komt daar een eruptie van zout in. En zout is dun vloeibaar. Ik heb het zelf gesmolten. Ik heb zelf testen gedaan, natriumchloride gesmolten. En dat smelt gewoon en is zo dun als water. En als het gestold is, dan is het zo hard als steen. Dus net als kaarsvet komt eigenlijk dat zout, dat smelt en het gaat omhoog, is veel lichter dan in gesmolten toestand. Is het veel lichter dan in gestolde toestand. En dan gaat het omhoog in de blubber en dan stolt het. Boom. En dan staat hij. Dat is wat we zien. Dus wat we zien, het zout er aardig getuige van. De zonsvloed. Nou, daar heb ik uiteraard, als je zulke dingen ontdekt, dan ga je dat publiceren. Dan ga je weer pushen, jongens. Publiceren die handel. En ik heb dat bij TNO gepubliceerd, ten overstaan van geologen. Ik heb mijn contact bij, bij TNO voor die dichtheidsmetingen, die heb ik hiermee bestookt natuurlijk. En die zei van, nou oké, kom maar eens langs. En toen had ik drie dokters in de geologie voor mij. En ik heb ze de data, het is hun data, en ik heb dat geanalyseerd en ik heb ze laten zien, kijk, het klopt allemaal niet, het is heel anders. En ze zei, wow, maar het is wel belangrijk, dit is onze data. Ja, dit is jullie data. Nou, je moet nog een keer terugkomen om het te publiceren, om het voor al onze geologen, dus ben ik een tweede keer geweest, voor alle geologen van TNO heb ik dit verteld. En toen had ik ondertussen ook een artikel aangeboden aan de Grondboer in Hamer, dat is ons Nederlandstalige vakblad van geologen. En daar heb ik het in aangeboden. En die editor hiervan, die had me al gemaild van dit gaan wij zeker publiceren. Dus die waren bezig met editing, om dat goed voor elkaar te krijgen. En die sprak ik dus ook. Bij die tweede presentatie kwam ik de editor tegen van Grondboer in Hamer. En die bevestigde nogmaals, dit gaan we publiceren. Dit is onze data. En dus het is gepubliceerd geworden. En wat gebeurde toen? Toen ben ik natuurlijk, ja, ik wil publiceren, ik wil lawaai maken. Dus ik naar het Reformatorisch Dagblad. En ik heb flink breed uitgepakt. Dus ze hebben met twee pagina's breed hebben ze mij geïnterviewd. Van zonsvloed gepubliceerd. Maar het hele woord zonsvloed komt hier natuurlijk nooit in voor. Hè? Ik ben ook niet gek. Ik heb gehad over een gigantische vulkanische eruptie in een enorme modderige catastrofe. Dat is verklarend voor wat we vinden. En ik heb natuurlijk al die dichtheidsmetingen gepubliceerd. Dus mijn artikel bestaat voor 80% uit gewoon gegevens, tabellen. En de tekst die vertelt over een grote waterige catastrofe met een vulkanische injectie van zout. Nou, punt, klaar. Maar het Reformatorisch Dagblad, die ging natuurlijk over, en trouwens dat deed ik zelf, want ik werd geïnterviewd, ik had het over zonvloed. En toen begon het gedonder, want dat is verboden. In wetenschapsland mag je niet refereren aan de Bijbel. Je mag absoluut niet refereren aan religie. Of aan christelijk geloof of wat ook. Dus wat gebeurde er? Het bestuur van de geologievereniging, die verantwoordelijk is voor het vakblad Grondboer en Hamer, die ging helemaal door het lint. En ik kreeg hele boze e-mail van het bestuurslid.
Want dat ik hun had misbruikt voor mijn creationistische onzin. En daar klopt ook allemaal niks van. En ze hebben vervolgens op hun website hebben ze gezegd: wij hebben per ongeluk een artikel van Stef Wierema gepubliceerd, maar er klopt niets van. Punt. Dat is wetenschap. Je kan gewoon op je bestuurdersstoel zitten en zeggen: er klopt niets van. Punt. En wat klopt er dan niet van? Dat is nog tot op heden niet opgehelderd. Nou, ik heb dat ook nog in Amerika mogen publiceren. Alleen een vriend van mij is er toen heen gegaan, dat paste mij niet in mijn agenda. Dus, nog meer over het getuigenis der aarde. Nog even wat praktische informatie voor jullie om het nog even goed duidelijk te maken. Je ziet hier bij de Golf van Mexico dus een enorme zoutformatie. Kijk naar die schaal, hè? 500 kilometer. Dit is gigantisch waar we hier naar kijken. Een enorme doorsnede van de aardbol. 10 kilometer diep. En ik heb plaatjes trouwens, hoor, dat dit zout nog dieper wegkomt, bij 15 kilometer diep. Dat zijn andere doorsneden. Maar je ziet hier die scheuren in de aardkorst, waar het zout dus uit is gekomen. Je ziet hier hoe de sedimentlagen vanaf het continent, het Amerikaanse continent, van onder dat continent kwam dat water vandaan. Dat water dat deponeerde al sedimenten op het continent. En de modderstromen die gaan er dan ook afstromen. Dus je ziet hoe dat opzij schuift, zo de Golf van Mexico in. Ondertussen die zoutmagma's die daarin hun weg omhoog vinden, half stollend. En dan, als het half stollend, dat betekent dus dat het omhulsel is gestold, maar de binnenkant is gloeiend, heeft vloeibaar, dun vloeibaar. Als dan die vulkaan nog even een keer een duwtje extra geeft, dan breekt hij weer open en gaan we weer nieuwe zoutpijlers trekken. Er komt nieuw sediment bij. En dus je ziet hier een stukje, een hele snelle opstapeling van zonvloedmodder die in no time wordt geleverd in de tijd die de zoutformaties nodig hebben om te stollen. En ondertussen verschillende erupties van zout. Dat is het hele plaatje wat je hier ziet. Je ziet hier gewoon zonvloedgeologie. Prachtig. Nou, hieronder zit allemaal die olie- en gaswinning. Dus ze boren hier helemaal naar beneden en dan zit daaronder. Want het gas ontstaat dus door organische het materiaal wordt omgezet in olie en gas. Dat drijft op het grondwater, want dit stikt allemaal. Dit is allemaal grondwater actief natuurlijk. En dan wordt het gas omhoog gedrukt totdat het een plafond tegenkomt. En dan zit het vast. Dus blijft het daar zitten. En dan wordt het aangeboord en dan kun je olie en gas winnen. Nou, bij de Golf van Mexico heb je nog een machtig verschijnsel, wat ik ook altijd graag even laat zien. Je ziet ook hoe dat daar in vloeibare fase gewoon 240 kilometer is uitgevloeid in zuidelijke richting. Dat kan een vast gesteente nooit doen. Geologen hebben hier een belachelijk verhaal bij. Dit kan alleen als je een zonsvloed modder had, waardoor al het zout omhoog kwam en dan weer samenvloeide en dan hups, zuidwaarts nog even, 240 kilometer zuidwaarts uitstromen. Dat kan alleen in vloeibare fase, in vaste fase, kan dit gewoon niet. De geologen zijn er blind voor. Ik heb nog een aanwijzing. Als je een proef doet met twee vloeistoffen, zoals water en olie die mixen niet, hè? Die drijven op elkaar, de olie drijft op het water. Maar als je nou de olie onder het water weet te krijgen en je krijgt er een laag water bovenop, en dat is natuurlijk een onmogelijke situatie, maar in laboratoria proberen we dat dan. Dan trek je er in één keer een plaat tussen weg of zo. Of ze draaien hem in één keer om. Maar dan gebeurt in één keer, het is natuurlijk een hartstikke onstabiele situatie. Dus wat zie je dan? Dan heb je een hoge snelheidscamera bij nodig. Maar je ziet in no time, plum, 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 daar gaat hij. En die onderste, die wil omhoog. Nou, wat vinden we nu voor de kust van Noorwegen? Bij de Noordkaap, voor de kust van Noordkaap, vinden we 5 kilometer hoge pijlen gestold in de zonvloedmodder. Precies wat hier zichtbaar is in onze testen. Dus nog een keer een empirische waarneming van, joh, we hebben het hier over zonvloed. Dus de zonvloed heeft kilometerdikke pakketten modder op de continenten gedeponeerd. En daarin is het zout gestold. Nou, dat komt bij het derde getuigenis, dat het alleen mogelijk was tijdens zonsvloed. Nou, dat is nu al duidelijk, denk ik, die modder werd geïnjecteerd. Ik heb daar natuurlijk weer over gepubliceerd. Maar dat moet je dan doen als wetenschap, je moet publiceren. En
andere wetenschappers de gelegenheid geven om het daarmee oneens te zijn, of daarop voor te bouwen, of iets tegenin te brengen, of wat ook. Dus je moet daar gewoon mee aan het werk. Dat heb ik, uiteraard kan ik dat nergens meer publiceren, na dat artikel in het Reformatorisch Dagblad, dus ik moest weer naar het Journal of Creation. En Eppo Bruins, een Tweede Kamerlid, die wij voor de ChristenUnie, die kreeg er ook lucht van en die heeft er nog even een tweet achteraan gegooid van: kijk, interessant onderzoek over zout door mij. Dat is heel tof van hem dat hij dat even heeft gedaan. Maar hij is namelijk directeur geweest van, hij is dokter in de natuurkunde. En hij is directeur geweest van Stichting Toegepaste Wetenschap. Dus hij heeft honderden miljoenen aan subsidiegelden mogen verstrekken aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. Als hij dan zo'n tweetje doet, naar aanleiding van mijn zoute publicatie, dat is dan wel leuk. En ik heb dat in Londen mogen publiceren met een presentatie voor 700 mensen in het Engels. Dat was nog wel even een dingetje, maar dat was ook fantastisch. Staat op YouTube, je kan dat terugzien hoe ik daar sta te hakkelen in Engels. Dus dat kunnen jullie later ook doen als je mooie dingen hebt ontdekt, dan mag je misschien ook een keer naar Londen. Nou, dat was het getuigenis van het zout der aarde. En dan gaan we nu even naar Toetje over het ijs. Want over het ijs, daar is wel wat over te zeggen. Jullie leven hier allemaal in de overtuiging, in de stellige overtuiging dat er een ijstijd is geweest. Toch? Je kan tegenwoordig hij niet meer anders. Jullie geloven het bijna allemaal, denk ik. Want ja, hoe moet je het anders, de werkelijkheid, verklaren? Je komt er gewoon niet onderuit. Jullie leren op school, ook als je op christelijke school, ik denk zelfs op de passie, zul je gewoon horen dat er een ijstijd is geweest. En in geval van de passie wordt die gezegd na de zondvloed. Zo'n 700 jaar na de zondvloed is er een ijstijd geweest. Nou, ik ga jullie meenemen in een ander verhaal. Een zondvloedverhaal. Want die ijstijdsporen, wij kunnen inderdaad niet om dat fenomeen ijs heen. We kunnen er niet omheen. Je zit er gewoon mee. Ik woon er zelf midden tussenin. De Hunebedden wel bekend. En daar zit natuurlijk een stukje geschiedenis in. In de zin van dat mensen die hebben die stenen opgepakt, opgestapeld. Maar die krengen zijn zo vreselijk zwaar. Er ligt er eentje van 40.000 kilo in de buurt van Heerenveen. Eén steen van 40.000 kilo. Die is daar niet door mensen gebracht in het verleden. Deze stenen ook, die zijn een stuk lichter. Maar nog steeds, mensen die kunnen dan misschien iets verzonnen hebben, iets heel inventiefs, om ze op elkaar te leggen. Oké, maar daar blijft het ook mee. Maar het probleem is, ze zijn 1500 kilometer gereisd hier naartoe. Vanaf Zweden. Dat is wel een beetje een dingetje. En dus hebben geologen bedacht, dat heeft ijs gedaan. Er is ijs opgestapeld, of is daar aangegroeid boven de Noordpool en boven Zweden. En dat ijs dat is toen op een gegeven moment gaan schuiven, door zijn eigen gewicht is hij gaan schuiven. En heeft stenen losgetrokken van gesteenten in Zweden, dat kunnen we meten. Dit steen komt absoluut uit Zweden, daar kun je eigenlijk geen spel tussen krijgen. Dus hoe is dat dan hier gekomen? Ja, dat ijs dat is gaan schuiven. Ik heb een geoloog gehoord, professor Salomon Kronenberg, die zegt daarover, de afgelopen 2 miljoen jaar zijn er 20 ijstijden geweest. Andere geologen hebben andere getallen, maar dit is makkelijk te onthouden. 2 miljoen jaar, 20 ijstijden, nou, dat heb ik onthouden. Dus dat vertel ik nog altijd in mijn presentaties. Dat betekent dus dat die ijs, hij heeft hem losgebroken, hij heeft hem een eind onze kant op gebracht. Toen kwam er een interglaciaal, toen werd het heel warm. Toen werd het zelfs zo warm dat de krokodillen, die kwamen helemaal die kant op. En nijlpaarden. Ja, het werd heel warm in Noord, wisten jullie niet, hè? Maar we hebben allemaal fossielen van krokodillen, nijlpaarden, olifanten, alles zit erin. Allemaal ijstijd. En dat is dus in de interglaciaal, toen was het even heel warm. Warmer dan afgelopen zomer. Ja, en toen sloeg het weer om, toen werd het weer heel koud. Bouwden de ijs weer helemaal op. Kreeg die steen weer die ijsmassa boven zich. En die ijsmassa dacht van: kom op, we gaan weer richting Drenthe schuiven. Nou, hup, gaan we weer. Is dat een serieus te nemen verhaal? Dat kan toch niet waar zijn? Sorry hoor, het is echt een verhaal. Je verzint het maar. En ja, nou, breng er maar iets tegen in. Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Er is namelijk een probleem met deze theorie. Als je 1500 kilometer geschoven hebt met dat enorme gewicht van het ijs bovenop je, de meest destructieve plek op aarde, in mijn beleving, is een gletsjer. Als je een paar stenen in een gletsjer gooit, dan is je na een paar kilometer. Hoe ziet die steen er dan uit? Als een zak zand.
Dus dit model is niet verklarend voor de waarnemer. We hebben een steen, maar het had een zak zand moeten zijn. Snap je dat? Er is nog een probleem. Alle gletsjers die ik waarneem, die gaan van boven naar beneden. Allemaal. Ik heb nog nooit één gezien die de andere kant op ging. Jullie wel? Nou, en dit is een probleem. Het is 1500 kilometer horizontaal. 1500 kilometer horizontaal. En je kan zeggen, ja, misschien was er in Zweden een berg van 2 kilometer hoog. Die is er nou niet, maar doen we, nou oké, 2 kilometer hoge berg, prima. Dan komt die ijsgletsjer, die komt waarschijnlijk ongeveer 3-5 kilometer of zo onze kant op en dan is sloes. Ja? Dus dit gaat gewoon niet werken. Het hele ijstijdconcept is absurd. Is geen verklaring voor de feiten. Dus je moet iets anders verzinnen. Je moet echt iets anders verzinnen. En er is nog iets bij. Iets wat jullie niet weten, maar onder die stenen, daar liggen gigantische geulen uitgesleten in de ondergrond. Geulen honderden meters diep. En dit is allemaal aan land geïnventariseerd. En die geulen zijn nu dicht trouwens, hè, maar je kan ze zichtbaar maken met trillingen. We kunnen dus min of meer in de grond kijken en dan zien we al die zonsvoetlagen die daar waren, die zijn op een gegeven moment in één keer weer uitgesleten. En ik was met een groep geologen, die rapporteerden daar aan de provincie Drenthe, op een steenworp afstand van mijn huis, want ik woon in Assen. En zij presenteerden dat aan de provincie Drenthe en ik was daarbij uitgenodigd. En ik heb van die geologen ook dit plaatje mogen ontvangen. Maar die hebben dit verklaard als van ja, er was een ijsmassief boven Noord-Nederland en kilometers dik. En dat ijs dat smolt. En normaal gesproken als ijs smelt, dan loopt het water van het ijs af. Dat is wat water altijd doet als ijs smelt vanwege het warme weer en de zon. Dan loopt het water van het ijs af. Dit water niet. Dit is heel bijzonder water. Want dit water verzamelde zich in enorme bekkens op het ijs. Dus dat ijs, dat werd één groot bekken. Een enorme hoeveelheid water, continentwijd. En toen plotseling brak dat water door dat ijs. En wam! Daar ging hij. En toen sleet hij dat water dat onder het ijs dus ineens. Met die enorme druk van heel hoog en dan naar omlaag. En dan onder het ijs schisterde dat zo naar het zuiden. Toen maakte het ijs 1 geul. 1. Dat is wel een beetje een probleem, want ik zie er veel meer. Maar ja, we hebben meer ijstijden, we hebben veel meer tijd. Dus wat gebeurde er? Die geschur ging weer dicht. En er ontstond weer smeltwater. Enorme plas water, continent groot. En bij Rempel weer een scheur. Poef. Oh, deze was kleiner. Nou, die dan. Of die. Of die. En zo ga je dus stukje voor stukje. En zo gaan ze de hele cirkel rond, want rondom de hele aardbol, rondom de hele Noordpool vinden we dit verschijnsel. Dit houdt echt niet op bij deze grens. Ik ben hier met een geologievereniging in Duitsland geweest. En ik ben op excursie geweest, 70 meter diep waren ze daar klei. Want er zit hier heel veel zoetwaterklei zit hier in die geulen. Hij is afgedicht met zoetwaterklei. En daar vinden we dus ook gewoon in Duitsland en nog verder in Siberië. Het zit overal helemaal rondom. En in Canada staat er onbekend natuurlijk. Het zijn geulen, noordelijker in de Noordzee, hebben geulen tot 700 meter diep. 700 meter diepe geulen. En dat is een kabaal, een gewelddadige hoeveelheid water die hier van noord naar zuid is geslingerd. Niet normaal. Echt niet normaal. Nou, we praten dus over einde zonsvloed. En dat heeft... Maar goed, laten we nog even over de ijstijd. Wat is er nou zo bijzonder aan het ijstijdmodel? Want de kerk en de hele wereld heeft tot 1700 na Christus, geloofde iedereen op de hele wereld in de zonsvloed. Er was niemand die daaraan twijfelde. Alles was gewoon zonsvloed. Dus ook dit, en we snapten het niet, maar het was zonsvloed. En toen, na 1700, toen kwamen langzaam andere ideeën en toen hebben wij... een André de Luc, een Jean-André de Luc, een Fransman, die, en hij was niet de eerste, hij kopieerde ideeën weer van anderen, maar toen kwam het ijstijdidee kwam op. Want we zagen al die stenen en ja, het moest verklaard worden en je zei, ja, ijstijd. Dus we geloofden ineens, we wonnen naar ijstijd. En wat heeft deze meneer toen gedaan? In 1778 klom hij in de Martini-toren. Weet iemand hier waar de Martini-toren staat? Groningen hoor ik. Kijk, er is één.
Jullie wisten dat toch? Nou, zeg dat dan. Martini Toren. Ja. Daar ben ik geboren. Met Martini Toren. Hij klom dus in die Martini Toren. En waarom deed hij dat? Hij had namelijk al die stenen gezien. En hij ging met zijn verrekijker op de Martini Toren, 100 meter hoog bijna, 96 is hij. En hij ging kijken naar die bergen. Want hij wist zeker, die stenen in Drenthe, die kwamen uit de bergen. Met een gletsjer. En dus hij ging op zoek naar die bergen, maar hij zag geen bergen. Dus in 1778 wisten de geologen al, sorry, dit model is failliet. Dit model gaat niet werken. Hij heeft echt onderzoek gedaan, bergen waren er niet. Dat maakt kennelijk niks uit in de geologie. In de seculiere geologie is de ijstijd volledig erkend geworden, zo rond 1850. Er is niemand meer sindsdien die daar nog tegen in opstand komt. Iedereen gelooft dat nu. Maar tot in de 20e eeuw heeft de kerk gewoon geloofd, ijstijd, dat is gewoon zonsvloed. De kerkhoed hield zijn poot stijf. We snapten er geen bal van, maar het was zonsvloed. We wisten nog niet hoe. En dat is nog eens bevestigd in 1951. Is professor Alfred Reewinkel. Wie is daarmee bekend? Een Canadese professor. Dat boek kun je nog krijgen op internet. Dus, een Canadees heeft natuurlijk in Engels heeft hij dat geschreven. Misschien Frans trouwens, dat weet ik niet eens. Ja, ik denk in het Engels. Het is in Nederlands vertaald en beschikbaar op internet. Gratis op vraagbaar. Moet je maar even kijken. Dat is ontzettend. Nog steeds relevant. Alles wat erin staat. Ik ben absoluut een volgeling van Reewinkel. En die zegt dus, ja, het is een opvatting van mensen, maar het is geen bewezen feit. En hij kwam met waarneming na waarneming na waarneming na waarneming. Wat hij zegt van de ijstijd is niet verklarend. Nou, mag professor wezen, maar niemand heeft er iets mee gedaan. In 1980, dat staat er dan even niet in het lijstje, maar in 1980 is het cruciaals gebeurd. In Nederland, in de Nederlandse wetenschap. De christenen, in het christelijke deel. Toen heeft de EO heeft een boek uitgebracht, Het ontstaan van de wereld. En dat is een heel erg belangrijk boek geweest voor de christenen in Nederland. Professor Willem Ouwen heeft eraan meegewerkt. Willem Glashouwer was hoofdredacteur. En die hebben de zondvloed verdedigd tegen het evolutionisme. Dus hartstikke goed. Maar wat een grote blunder hebben ze uitgehaald. Ze hebben vervolgens een geologische geschiedenis geschetst die kant nog wal raakt. Dus ze hebben wel de zonsvloed verdedigd, maar met een wartaal. Dat ze, die waren helemaal spoorbijster. En dan zit dus de ijstijd, zit daar zeer prominent in. En er zitten allerlei wonderlijke onzin staat erin. En dat is heel sneu, want 80% van het boek is schitterend, is een geloofsgetuigenis, een zonsvloed. En dan hun werkelijke wetenschappelijke verklaring is zinloos. Daar kun je niets mee. En die hebben dus de ijstijd daarbinnen gefietst in het christendom. En sindsdien is dat zo gaan zitten. In 1990 heeft ingenieur Van der Lauw heeft daar nog tegen geprotesteerd. Hij zei van het klopt niet. Wat wij zien is zonsvloed. We zien geen ijstijd. Maar, en hij heeft dus gezegd, ja sorry hoor, maar als het gaat over ijstijd. De mensheid leidt dan aan geheugenverlies, want de mensheid weet nergens van. Wij weten niks van in de geschreven bronnen over die recente ijstijd. Ja, als je na de zondvloed nog, na 700 jaar na de zondvloed, zo'n enorme ijstijd laat plaatsvinden als christelijke wetenschappers. En we weten het helemaal nergens. Dat is dus nog maar nog minder, dat is 3500 jaar geleden dan. Hè? Een enorme ijstijd. En we weten nergens van in de geschreven bronnen. Hoe betrouwbaar ben je dan? Dus hij zei ook, dat klopt gewoon niet. Het is ook niet mals wat er tijdens die ijstijd gebeurd is. Het is echt, dat is dus die bovenste zondvloedlaag. Wat je daarin terugvindt, jongen. Het is een wonderbaarlijke uitroeiing van alles wat groot en machtig was. Alles waarvan je denkt van ja, maar dat heeft voor de zondvloed geleefd. Dus die enorme, er zitten alleen al 150 miljoen mammoeten in Siberië. Dan heb ik het alleen nog over Siberië. Echt waar, heel groot land hoor, fantastisch. Maar ten opzichte van de hele wereld is het natuurlijk maar een speldenprik. 150 miljoen mammoeten, alleen nog maar in Siberië. Dat is natuurlijk een schatting, want niemand heeft ze echt geteld. Maar dat, ja, als wetenschapper schat je dan zulke dingen. En dat soort getallen komen er dan uit. Alles wat groot was. Dus de wolharige mammoet, de wolharige neushoorn, de mastodont. Dat is echt een reuzenjoekel. De reuzen, ja, de reuzenwolf, reuzen pekari, reuzengier, glyptodont. Ik weet niet wat glyptodont is. Dan moet je maar opzoeken. Holenbeer, holenleeuw, sabeltand, tijger,
Sabeltand, alles wat je denkt van nou, dat is omgekomen tijdens zonsvloed, dat vinden we allemaal in de ijstijd afzettingen. Dus alweer een waarneming die zegt van jongens, dit is zonsvloed, dit is niet 700 jaar na de... Hoe wil je nou vanuit de ark, hè? Ik geloof echt wel dat er olifanten op de ark hebben gezeten. Je hebt dus twee jonge olifantjes, die breng je naar de ark. En die maken een hele avontuur mee van op de hoogste berg van de wereld zitten. 220 dagen vakantie vieren daar in een heel vervelende omgeving, denk ik. En dan op een gegeven moment mag je eruit en dan ben je al wat groter gegroeid. Nou, die olifantjes, die bij iedere stap worden ze vast groter. En op een gegeven moment gaan ze zich voortplanten. En dan wordt van hun nageslacht, worden een mannetje en een vrouwtje door God gestuurd naar Siberië. En dan geeft hij ze daar krachtvoer en meer krachtvoer en nog meer krachtvoer. En hij voegt nog wat hormonen toe. En dan werden 150 miljoen. Na 700 jaar, of na 500, 600 jaar al. Want dan kun je daar niet meer leven. Dan moet God ja, die enorme ijsmassa daar laten plaatsvinden om ze allemaal te doden. En nou, jongens, dat kan toch niet? Dat is toch geen verhaal? Dus ik geloof niet zo in die wonderbaarlijke vermenigvuldiging na de zonsvloed. Ik geloof wel in die wonderbaarlijke vermenigvuldiging na de zonsvloed trouwens, maar niet... richting een ijstijd. Dus het is behoorlijk strijdig met de Bijbel. Die ijstijd is niet geweest na de zonsvloed. Hij is wel aan het eind van de zonsvloed. Het laatste van de zonsvloed. Ja, daar moet je het ijs plaatsen. En dat ga ik zo wel even met jullie doen. Maar je ziet dus ook in die afzettingen zie je meer mensen en zoogdieren. In de ijstijd afzettingen zie je dus echt meer mensen en zoogdieren dan in al die lagen daaronder. Je hebt daar kilometers dikke lagen met fossielen. En alle mensen en zoogdieren die zitten bovenin. Dat is gewoon zonsvloed. En dat matcht ook niet met Gods belofte. Want God heeft beloften gedaan aan mens en dier. Hij heeft gezegd, ik zal u nooit weer met een watervloed achtervolgen. Nou, die zon, die ijstijd, dat is allemaal enorme watereruptie's van onder het ijs en al die verhalen erbij. Dat is allemaal waterzooi. Waar die dieren in zijn omgekomen dan. Nou, je hebt dus ook qua datering, je hebt helemaal geen tijdsruimte meer voor... navloedse catastrofes, dus dan heb je 700 jaar na de zonsvloed, moet je die stenen in Drenthe afzetten. En dan moet je daar nog in de laatste 3000, dus 3500 jaar geleden, moeten dan nog ineens de hunebedbouwers die dingen gaan oppakken en stapelen. En dan kom je zo dicht bij de recente geschiedschrijving. Dat gaat gewoon niet werken. Dus het gaat gewoon, dat kan zo niet. Maar goed, wat is er dus echt gebeurd? Nou, tijdens de zonsvloed is er dat water, dat kwam van onder de continenten omhoog, het zoete water. En dat was warm, want alles wat op grote diepte in de aarde zit, komt warm omhoog. En dat gaat dus, een gigantische fontein van water gaat omhoog en dat verdampt. En dan krijg je dus een heleboel wolkvorming. Nou is het bijzondere aan onze dampkring, het kan geen water bevatten. Je kan een heleboel wolken in kwijt, maar op een gegeven moment is het vol met wolken en dan... dan valt het regen er weer uit. Dus alles wat je er hier in pompt, dat valt er net zo hard eruit. Dus je krijgt regen. Zolang als dat het water van onder de aarde omhoog komt, krijg je massieve regenval overal op aarde. En doordat de zon werd weer kaars, met al die wolken, de hele aarde werd ingepakt in een wit wolkendek. Dat betekent dat de zon werd weer kaars en dan valt de temperatuur op aarde valt gigantisch terug. En dat betekent dat je dus ijstijd hebt. Je krijgt tijdens de zonsvloed, onmiddellijk vanaf de eerste dag van de zonsvloed, krijg je ijsvorming op de polen. En dat is wat we zien. Dus als dan aan het eind van de zonsvloed, in de laatste 220 dagen, als dan die continenten omhoog weer komen, en als het water omlaag gaat, dan heb je dus een enorm pakket aan ijs. En dat weet ik veel... Ik heb vergeten te tellen, ik geloof 8000 kilometer. Een doorsnede van 8000 kilometer. Komt dat ijspakket omlaag, dan zitten weet ik wel hoeveel miljarden kubieke kilometers water in de weg. Het ijs komt omlaag, continenten komen omhoog. Dus dat water, al die kubieke kilometers water, die moeten onder het ijs vandaan. En wat betekent dat? Zuidwaarts. Er is maar één uitweg naar het zuiden. Dus het is... gigantische eruptie van water zuidwaarts onder het ijs geweest. Ik heb hier geen waarnemingen. In Rusland en zo, daar heb ik geen waarnemingen. Maar hier wordt het allemaal in Canada heel veel. Daar heeft Alfred Reewinkel ook over geschreven. Dus dat is wat er gebeurt.
Nou, samenvattend, om alles wat ik jullie nou vertelde nog even samen te vatten. Je hebt dus te maken met een schepping waar een hemel op aarde is geschapen met zoet water. Dat is waar we ook nu weer naartoe gaan. Dat is wat ons toekomt. Er is een continentenspreiding, die heeft plaatsgevonden op de derde dag. En die zonsvloed, dat was een zoetwatervloed. En dat is ook de enige catastrofe die verklarend is voor geologische waarnemingen. En die zoutpijlers, die getuigen van de vloed. En al die ijstijdverschijnselen, ja, dat is dus gewoon zonsvloed. En mensen en dieren die proberen toen het water zich terugtrok te overleven. Maar die kwamen om door vulkanische gassen. Dat is eigenlijk mijn verhaal voor vanavond. Wil je nog uitnodigen? Ik heb dat ook allemaal nog in dvd's. Daar ga ik veel meer in op zout en ijs. Nog veel meer details laat ik hier. Het is een prachtig mooie presentatie die is opgenomen in Drachten. In die kerk waar vroeger Bottenblij ook zat. Je kunt met me mee op excursie naar Opalkus, dat wordt hartstikke leuk. Dan gaan we met een groep mensen gaan we die kust langs. Het wordt echt een groot feest, een zonsvloedfeestje. En je kan ook als je wil, als je me een mailtje stuurt, dan kun je een gratis e-book van me krijgen. Dat is sowieso aan te bevelen, want dan kun je je aardrijkskundeleraar weer mee bemoedigen met nieuwe informatie. Dus of je kan er een mooi project, ik weet niet, moeten jullie ook projecten doen in HAVO 4, HAVO 5? Nou, in ieder geval in die klasse moet je op een gegeven moment een project inleveren. Nou, dan moet je mijn e-book gebruiken, dan kun je scoren op school. Dat is eigenlijk mijn vraag. Ik weet niet, hebben jullie ook vragen in al dit geweld, in al dit zonsvloedgeweld wat ik jullie mee heb overvallen? Of een paar bemoedigende opmerkingen, dat mag ook. Ja. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Heb je er geen spijt van, dat interview? Ja, nee. Kijk, ik was natuurlijk in de wetenschappelijke wereld, was ik ineens daardoor heel zichtbaar, maar tegelijkertijd was ik dat via internet ook al wel. Dus eigenlijk was het niet. Maar hierdoor werd het wel heel breed uitgemeten en heel duidelijk, dat klopt. Maar ik heb daardoor wel een 500.000 christenen kunnen bemoedigen. En daar ging het mee om. Want je ziet gewoon dat de kerken momenteel leeglopen. Omdat we niet meer staan op dat fundament. De hele Bijbel is gefundeerd op Genesis. En ja, als je dat onderweg trekt, dan valt er alles om. Dus ik heb gekozen voor het getuigenis. Ja, ik denk dat je moet getuigen. En ik denk ook dat dat een valkuil is voor sowieso voor veel wetenschappers. Dat ze denken van ja, ik ga mijn getuigenis een beetje op een laag pitje zetten. En ik blijf in de wetenschappelijk. Ja, dan blijf mijn positie behouden. En dan kan ik nog getuigen. Maar ondertussen getuigen ze niet. Dus ja, ik weet niet wat God daar precies van vindt. Dus ik heb gekozen voor het getuigenis, ja. En dat doe ik nu ook. Dus ik ga gewoon door. Ja, je kan me altijd uitnodigen voor presentaties. Ik kom ook in scholen. Nodig me uit. Want het is voor mij wel moeilijk altijd om mijn voet tussen de deur te krijgen. Dus ik heb wel wat duwtje in de rug. Hè. René die heeft mij hier nou naar binnen gekruid. Maar dat moet in een andere kerk ook weer gebeuren. Dus zeg het voort. Ja. Nou, meer vragen? Ja, een goede vraag. Hele leuke. In 1986 is er iets gebeurd in Afrika. Ik ben vergeten in welk land. Er is een vulkanische berg. Die had een groot vulkaan in de krater. Die was gevuld met water. En het was een dode vulkaan. Was niet meer actief. Maar toch is daar op een of andere manier een wolk CO2 is uit die berg, uit dat water omhoog gekomen. En CO2 is een zwaar gas. Dus het vulkanisch CO2, vulkanisch gas, is uit dat meer omhoog gekomen. Ineens een enorme hoeveelheid. Is koud en zwaar. Het is zwaarder dan lucht. En ze is zo langs de helling naar beneden gegaan en zo een hele vallei is daar gevuld met CO2-gas. En alles op zijn weg is gedood. Alle insecten, alle vogels, alle vee van die mensen die daar wonen is gedood. Alle mensen, het gaat om meer dan 2000 mensen als ik me goed herinner. In 1986 is een boek ook over geschreven, Stikvallei, is door... Frans Westerman, als ik me goed herinner. Dus
Wij hebben een wetenschappelijke waarneming dat dit gas heel goed is in het verstikken en doden van alles wat leeft. Nou, dat is precies ons goed. We hebben vervolgens die waarneming dat God dus zegt van ja, ik moet het, de ark op de hoogste berg hebben en ze mogen er niet uit. We hebben al die waarnemingen. Dat betekent dus dat je ervan uit mag gaan dat God een gas, een vulkanisch gas, en waarschijnlijk is CO2 dat, want dat is een heel zwaar gas. En het is ook heel goed om heel gauw de aarde weer groen te krijgen. Want CO2 is een heel voedzaam gas voor plantengroei. En we stoppen het ook in kassen om sneller de planten te telen. Dus na de zonsvloed, toen de ark uiteindelijk geopend werd en ze mochten er wel uit, toen was het tijd om te oogsten. Dat is echt de oogsttijd, na 220 dagen is gewoon een oogsttijd. En dus God had daar een soort broeikas gemaakt met CO2. Ja. En ik denk dat alle waarnemingen in die richting wijzen. En de truc is dus, til de ark op tot boven dat gas. En het vulkanisme is ook, dat zie je in het geologische archief, in die opdeling. Je ziet dat heel veel vulkanisme heeft plaatsgevonden in die tweede helft, in die laatste 220 dagen van de vloed. Daar zien we al de vulkanische afzetting. Ja. Dus daar zijn de vulkanische gassen grotendeels vrijgekomen. Meer vragen? Nou, dan mag ik het afsluiten, Geert. Ja, graag. Ja, leuke vraag. Ja, het zou het water bevroren kunnen zijn op die grote hoogte. Kijk, wat je ziet met de kou, hoe zeg je dat? Kijk, de hele dampkring, die wordt natuurlijk mee omhoog geduwd. Hè? Dus de hele dampkring is, de begane grond is waar de ark is. Want de hele dampkring is daarboven. Dus die kou die je nou boven op de Himalaya hebt, die was toen 8 kilometer boven de ark. Dat is natuurlijk, onze aardbol heeft een diameter van 13.000 kilometer. Het is bijna 13.000 kilometer. Als het dan net iets dichter bij de 13.000 kilometer, dan maakt het natuurlijk niks uit. Dus de dampkring die is mee omhoog geduwd. En dat betekent dat die kou, die zat daar 8 kilometer boven. En die kwam wel steeds verder naar beneden toen het water daalde. Toen kwam ook de kou richting de ark. Maar dan kun je nog zeggen, van, ja, misschien was de ark wel op een wat warmere berg gezet. Want vanwege alle vulkanisme. Je kan natuurlijk ook met wat, als er wat magma in die berg zit, kun je zo'n berg ook makkelijk warm houden. Dus dat is ook niet echt een probleem. Ja. 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 Zijn al die zeeën allemaal zoutwater? Ja, leuk, dankjewel. Goeie vraag. Ja, heel tof. Dat had ik natuurlijk moeten vertellen. Kijk, wat je hebt is een zoetwatervloed. Daar zien we allemaal sporen van. We hebben ook die klei die in die sporen. En in Noord-Nederland zie je al die enorme verborgen valleien, die zijn allemaal gevuld met zoetwaterklei. Het is allemaal zoetwater. Wat we terugvinden, dat was allemaal zoetwater. Maar daarboven zit nu de Zoute Noordzee. Dus je hebt gewoon die tunneldalen zijn gevuld met zoetwaterklei. En we boren er ook in. Onze waterbedrijven die boren ook onder Noord-Nederland. Dat grote diepte, juist in die tunneldalen, allemaal zoetwatervoorraden trekken ze daaruit. Maar onder de Noordzee is dat dus ook zoetwater, maar dan heb je daar ineens de Zoute Noordzee boven. Raar, hoe kan dat? Waarom is die Noordzee dan ineens zout? En waarom zijn die oceanen zout? Nou, dat is nou het bijzondere. Sinds de zonsvloed krijg je door neerslag, er zijn sommige zoutpijlers die komen, die zitten hoog in de bergen. Hoog in de Himalaya heb je zout. En als daar regen valt, het smeltwater van de ijsmassief erbovenop, dat neemt dus zout mee en dan krijg je zoutbeekjes naar beneden. En in Amerika heb je heel veel zoutwaterbeken. En dat is gewoon zout dat uit de bergen wordt opgelost door water. En dan krijg je van die flat, van die hele grote vlaktes die helemaal vlak zijn met zout waar ze races op doen. Dat is gewoon zoutwater, wat de regenwater, wat van die berg afkomt, zout, komt dan in een woestijnomgeving. Het water verdampt weer en het zout blijft dan liggen. En dan krijg je gewoon een dikke laag zout. En dan kun je op racen. Dus
Dus je ziet dat de aarde langzaam maar zeker zouter wordt nu vanwege die zoutmassieven die tijdens de zonsvloed erin zijn geïnjecteerd, in zijn gestold. En je hebt onder de Noordzee heb je ook zoutpijlers die het zeewater raken. Die lossen ook langzaam op in het zeewater. Je hebt in de Middellandse Zee, daar zit een enorm zoutmassief onder de Middellandse Zee. En allemaal zoutpijlers eruit, die tikken het, die raken het water van de Middellandse Zee. En dat zien we over de hele wereld dus, dat al dat zout heel langzaam, want dat gaat heel langzaam, wordt de zee steeds zouter. En dat meten we ook. We kunnen gewoon meten dat de zee steeds zouter was en die was vroeger dus zoet. Ja. Meer vragen? Ja. Genesis 8 hebben we het over aan het einde van de zonvloed worden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten. En de regen uit de hemel werd gestopt. En vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug. Aandacht vloeide het terug. Ja. Dat is een hele interessante tekst. Het gaat over Genesis 8. Daar wordt gezegd aan het einde van de vloed. En dus tijdens de vloed komt vanuit de grote diepte, uit de oerbronnen, komt het water. En dan staat in Genesis 8 dat God op de 150ste dag die bronnen toestopt. En dat het water weer terugvloeit. En dat is voor mij een moeilijk punt. Ik vind het heel moeilijk om dat te vatten. Want hoe kun je nou dat water weer laten terugvloeien? Dat blijft voor mij ook moeilijk. Want wat ik zie met mijn geologisch onderzoek, is dat de continenten zijn echt omhoog gekomen. Dat kun je gewoon zien. En bijvoorbeeld de Grand Canyon. Die is bij jullie allemaal wel bekend. En de Grand Canyon in Amerika, dat is die enorme kloof, kilometers hoog. Maar wat zie je daar? Dat hele continent is omhoog gekomen en de noordelijke kant van dat van die Grand Canyon, die is een kilometer verder omhoog gekomen dan de zuidelijke rand. Dus je hebt die enorme kloof, maar de zuidkant is al een enorme kloof, maar als je dan de noordkant weer omhoog moet, dan moet je een kilometer hoger. Dus je ziet gewoon dat die continenten die hebben dit soort dingen gedaan. En je ziet ook dat die continenten uit het water, dat die omhoog zijn gekomen aan het eind van de zonsvloed. Dus dan is het ook heel logisch om te veronderstellen dat het water van de zonsvloed uiteindelijk in de oceaanbekkens is ontvangen. En ik heb dus moeite met het goed duiden van deze tekst, dat God het water weer terug liet vloeien in de bronnen. Dat blijft voor mij een moeilijk punt. Al is het wel zo dat je onder de continentale korst nog steeds enorme hoeveelheden water aantreft. En er zit bijvoorbeeld gips. Gips is een zout, wat ook, ja, het is formeel een zout. Het zit ook in de zoutformaties. Maar gips bevat iets van qua volume ongeveer 30% water. Dus het is anhydriet, calcium, sulfaat en er zit 2H2O zit erin. Dat is qua volume ongeveer 30%. Dus onze aardbol zit stikvol water. Allemaal mineralen zitten water. Als je een zandkorreltje oppakt bij de zee, dan denk je van nou, dat is kwarts, dat is siliciumdioxide, een mooi schitterend zandkorreltje. Bevat toch nog altijd wel, misschien wel 30% water. Er zit heel veel water in de mineralen. Dus dat zou een antwoord op deze vraag kunnen zijn, maar ik vind hem